Welkom bij een nieuwe vlog voor het SCC. Over sluizen, hoe werkt dat nu? Ik sta hier bij een sluis en achter mij zie je hem. En wat is nou de bedoeling van die sluis? Dat ga ik jullie laten zien. Het waterpeil verschilt hier namelijk. En het is natuurlijk een sluis voor kleine bootjes. En je ziet dat het water, de waterhoogte hier eigenlijk heel erg verschilt. Ik zal het je laten zien. Dit is de waterhoogte aan de ene kant. En dit is de waterhoogte aan de andere kant. Wij moeten dus met mijn superjacht, die je daar ziet, moet ik dus naar deze hoogte toe gaan komen. Ja, dat kan niet. Omdat je niet zomaar eventjes dat sluisje daar, dat hoogtetje op kunt varen. Maar wat we wel kunnen doen is gebruik maken van een sluis. En dat gebeurt dus in de scheepvaart ook. De sluis bevindt zich hierachter. En wat gaat er gebeuren? We gaan eventjes die kant op. Nou, we zien hier dus de sluis hier. Hier de sluisdeuren. Houten sluisdeuren in dit geval. Wat gaan we zo doen? Ik ga zo meteen hier naar binnen varen in deze sluis. En dan gaat deze sluis schutten, zoals ze dat noemen. En dan zal je zien dat aan de andere kant van deze deuren het water veel hoger staat. Je ziet het, hè? Het is meer dan een meter verschil. En wat gaat er dus straks gebeuren? Straks gaat die andere deur daar gaat dicht. Dan wordt er via deze pneumatische pompen onder water een groot luik opengezet. Het water stroomt hier naartoe. En je zal straks zien dat die waterlijn bij die donkere streep daar komt. Dus dan wordt het schip of wordt het bootje vanzelf omhoog getild. En kan ik uiteindelijk straks zo die kant op varen. Ik ga het aan jullie laten zien. Ik ga mijn superjacht starten en dan gaan we het bekijken. Ik vaar hier nu dus de sluis binnen. Moet ik zo meteen aan de rechterkant aan het touwtje trekken. Want dit is een ouderwetse sluis die je zelf moet bedienen. Dus die gaat dan zo meteen aan het touwtje trekken. Ga ik even aanleggen en dan kom ik zo weer terug. Je ziet nu dus de sluisdeuren gaan sluiten. Het duurt eventjes uiteraard en dan zien we dat zo wat er verder gaat gebeuren. En het gaat best behoorlijk snel. Ik voel het bootje al omhoog gaan en je ziet het zo meteen ook dat je zal zien dat we straks tot aan de bovenkant van deze donkere streep zullen liggen en dat ik straks ook gewoon over het randje heen kan kijken. Weer te openen en die gaan dus ondertussen open. We zien dus de sluisdeuren open gaan en ik kan mijn weg zometeen vervolgen. Ja, je ziet nu dus dat die sluis dus aan de andere kant nog steeds dicht is, mijn bootje hier, en ik kan zo het hogere stuk van het water opvaren. De Lage Landen, een nuchter volkje, omringd met water en vol hardwerkende schippers die hoe komen we hier nou omhoog? Zo stroomopwaarts is het moeilijk varen. Tja, het klinkt eenvoudig, maar we bouwen gewoon een trap. Niet zo één. Kijk, hier een groot hoogteverschil. En daar is het water veel te laag om te varen.
Ja, dit wordt natuurlijk een beetje lastig. Kijk, als je deze sluis invaart, dan kunnen we je zo een niveau hoger tillen. En dan kom je uiteindelijk helemaal boven. Ja, wie omhoog wil, moet slim zijn.